Ik ben Monica en welkom bij deze nieuwe video. Het is me gelukt om de naaimachine in mijn kamer te krijgen, ook al was je er eigenlijk veel te zwaar voor. Maar hij is er. De kleding die je hier ziet ligt al een tijdje in mijn kast en ik vind het eigenlijk allemaal lelijk of het past niet helemaal. Dus ik heb het eindelijk na een paar jaar allemaal mijn kasten uitgetrokken. En in deze video ga ik er eindelijk leuke dingen mee doen. Hoi, Monica uit de toekomst hier. Ik ben deze video aan het editen en ik kom erachter dat dat niet de goede stapel is. Dit is de goede stapel. Ik heb al van alle kledingstukken opgeschreven wat ik ermee wil doen. En ik heb dingen opgeschreven zoals roze trui bleken. Oh, dat is geen kledingstuk. Nu ga ik eerst uitvinden hoe deze naaimachine werkt, want ik heb er al een paar jaar niet meer naar gekeken. Ik ga eerst eventjes oefenen op deze gekke stofjes die we hebben. Ik heb vroeger wel naailes gedaan. Dat was heel kort, op 7 of zo. Ik heb ook net even de handleiding gelezen. Het is trouwens geen naailes video, dat je het weet. Hoe moest dat nou? Nee. Handleiding. Ah. Het kledingstuk waar ik mee begin is deze trui. Hij is eigenlijk al gekropt. Wacht, kan je het zien? Ik doe hem wel even aan. Deze trui is te lang voor een kroptop, want een kroptop zou zo zijn. Maar hij is tegelijkertijd te kort voor een normale trui. Want als ik hem in mijn broek wil doen, dan doe ik eventjes zo en dan is hij alweer los. Niet dat ik de dag met mijn arm in de lucht zit, maar... Wat ik dus van plan heb met deze trui is om deze band zo naar binnen toe te vouwen. En dan naai ik hem vast. Als ik dat gedaan heb, kan ik er een elastieke band doorheen doen en dan gaat hij zo, pioep. En dan is de leuke trui, hoop ik. Als eerst vouw ik de trui binnenste buiten en dan vouw ik zo die rand om. Die hele rand pin ik vast en ik check ook eventjes of ik het wel echt recht heb gedaan door hem weer buiten binnenste binnen te draaien. Met deze random verf maak ik een rechte lijn zodat ik die kan volgen met de naald van de naaimachine. En nu ben ik de draad in een goede kleur aan het verwisselen. Ik zag er eigenlijk tegenop, maar gelukkig ging het hartstikke snel en ja, makkelijk. Wanneer ik dan die hele rand op een klein stukje na heb genaaid, meet ik het elastiek om mijn middel en die haal ik dan door de rand heen. Als ik helemaal rond ben, naai ik de twee uiteindes aan elkaar en dan is hij af. Alle eindresultaten laat ik aan het eind pas zien, dus we gaan nu verder. Ik dacht, wat nou als ik er iets op ga borduren? Toevallig had ik al eerder een keer een moodboard gemaakt met leuke kledingstukken. En daar zat dus ook dit vlindertje bij. Met een wit potlood heb ik geprobeerd om de vleugels erop te tekenen. Het ging wel wat moeilijk omdat het stof is, maar uiteindelijk kon ik wel een soort van begrijpen hoe het nou in elkaar zat. Hiervoor heb ik nog nooit eerder geborduurd, dus ik denk wel dat het best wel prima ging. Ik bedoel, ik ben geen expert, maar het lijkt op een vlinder. Zoals je misschien wel weet van mijn Insta of van een video die ik al eerder had gemaakt, vind ik het heel leuk om deze roze trui te combineren met mijn meloentjes sokken. Nou, en ik dacht, deze outfit kan wel een oppepper gebruiken. Voor als je het nog niet weet, je draait de trui een soort van in elkaar. Dan maak je hem vast met elastiekjes en je maakt hem helemaal nat. En de andere kant. Dan is het tijd om met bleker op te spuiten. Oh, ik ruik het. Gelukkig zijn we buiten. En daarna moet je het een paar uur laten zitten. Oeh, je ziet er cool uit. Zei je dat ik er cool uitzag? Ja. Deze schoenen heb ik precies een jaar geleden geverfd. En ik ben er niet meer blij mee. De schoenen zien er in ieder geval heel vies uit. Dus ik weet eigenlijk niet wat ik er met mijn gezicht bij doe. Het is niet echt de kleur die ik niet zou dragen. Het zijn een beetje over het place. Kijk, het past totaal niet bij elkaar. Wel heel leuk dat ik dat gedaan heb. Maar daarna heb ik ze niet meer gedragen.
Dus ik ga wat anders meer doen. Eerst ga ik ze schoonmaken. Daarna ga ik ze bleken. Maar ik denk dat als dit lichter is, dat het er sowieso al beter uitziet. En misschien ga ik ze daarna nog verven. Dit opnieuw. Voor mij is het natuurlijk ook een beetje uitproberen of dit gaat werken. Dus we gaan bleek gebruiken. En bleek is heel gevaarlijk voor alles eigenlijk. Oh, en het leek me ook wel even slim om de veters eruit te halen. Uiteindelijk heb ik pure bleek op de schoenen gespoten. De veters heb ik ook in bleekmiddel laten weken. En de verf was er al eigenlijk een beetje vanaf. Dus ik ben er met wit overheen gegaan. De verf die ik trouwens gebruik is van bol.com. In plaats van random te schilderen zoals ik de vorige keer deed, heb ik schetsjes gemaakt van dingen die me leuk leken. Ook heb ik stukjes tape geplakt en met pijltjes heb ik aangegeven wat ik nou eigenlijk echt wil gebruiken. Dus echt de dingen van ik denk, ja, dit wordt het. Dit maakt echt wow. Ik heb nu deze hele schoen rondgeschilderd en ja, dat dus. Dit, die lijntjes. Ik ben van plan om hier net zoals de vlinder soort van met lijnen te werken, maar dan in het zwart. Op de randen schilder ik hier dus een soort schubben, maar dan vreemd. En hierna zien de schoenen er zoveel beter uit. Ik had eigenlijk echt niet verwacht dat het zoveel verschil zou maken. Nou, veters erin. En op naar de volgende. De mouwtjes van dit topje vond ik eigenlijk best saai, dus hier ga ik de lettuce hem toepassen. Als eerst vouw ik ongeveer een centimeter van die hele rand om en dat pin ik vast. Als dit de stof is en dit is de naald, dan moet je de stof zo ver mogelijk uittrekken en met de zigzagvorm op de rand naaien. En dan mogen jullie nu de eindresultaten zien. Oh, wat een bloemen. Oh my god, I love the room. Zag je dat? Ja. Ook op Instagram ben ik te vinden onder de naam Klapblad. Geef deze video een like als je dat leuk vindt. Abonneer ook op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan had. En tot de volgende keer. Oh my god, I love the room.